Dit zijn beelden van afgelopen donderdag, toen de politie met honden en sonarapparatuur in en om de Zevenhuizerplas bij Rotterdam zocht naar het lichaam van de sinds 13 juni vermiste 24-jarige Ricardo Kooi. Helaas vergeefs, want het lichaam van Ricardo werd niet gevonden. Wel heeft de politie serieuze aanwijzingen dat Ricardo slachtoffer is geworden van een geweldsmisdrijf en waarschijnlijk niet meer in leven is. Ricardo Kooi werd geboren op 13 april 1989 en groeide op bij zijn alleenstaande moeder in de Rotterdamse wijk Zevenkamp. Ricardo, ook wel Noek of Noekie genoemd, is een vrolijk, maar geen gemakkelijk kind. Hij heeft ernstige ADHD, waardoor hij op school en thuis lastig te handhaven is. En al jong begint hij harddrugs te gebruiken, waarop zijn moeder uiteindelijk niet anders kan dan hem het huis uitzetten. Vanaf dat moment leidt Ricardo een zwervend bestaan. Zo nu en dan slaapt hij bij vrienden die je vooral vindt in kringen van harde kern Feyenoord supporters. En af en toe brengt hij hier een dagje door, in pension Maaszicht. De dak- en thuisloze opvang aan de Rotterdamse Walenburgerweg. Vooral de laatste jaren is Ricardo vaak onder invloed van harddrugs. Hij raakt geregeld verzeild in problemen en is vaak betrokken bij vechtpartijtjes. Zoals ook blijkt uit deze politiefoto waarop hij een blauw oog heeft. Toch zat hij nooit vast voor ernstige vergrijpen. Ricardo komt regelmatig bij een vriend over de vloer die hier aan de Zevenkampse Ring in Rotterdam woont. In zijn huis is het een komen en gaan van vrienden en bekenden. En de altijd vrolijke Ricardo voelt zich er prima thuis. Maar op geen van zijn slaapplaatsen verblijft hij langere tijd achter elkaar. Soms verdwijnt hij zelfs een tijdje helemaal en niemand weet waar hij dan is. Op 1 juli meldt zich op het politiebureau aan de Schiedamseweg een vriendin van Ricardo, die zich af en toe over hem ontfermt. Ze heeft Ricardo al langere tijd niet meer gezien of gesproken. En hoewel Ricardo wel vaker even uit beeld is, is dat nu echt langer dan normaal. En ze maakt zich zorgen. De melding van vermissing wordt intern bekendgemaakt, zodat agenten naar Ricardo kunnen uitkijken. En ook op politie.nl en via sociale media wordt er gevraagd waar Ricardo is gebleven. Begin augustus krijgen we serieuze informatie dat Ricardo Kooi slachtoffer zou zijn geworden van een geweldsmisdrijf en dat hij niet meer in leven zou zijn. Op basis van deze informatie wordt op 14 augustus een 41-jarige bewoner van een huis hier aan de Zevenkampse Ring aangehouden. Het gaat om de vriend van Ricardo, bij wie hij wel vaker bivakkeerde. In het huis wordt bloed van Ricardo aangetroffen. En op basis van het sporenbeeld concluderen mijn collega's van de recherche dat Ricardo Kooi zeer waarschijnlijk niet meer in leven is. Ondanks intensief onderzoek in en om het huis is het lichaam van Ricardo nog altijd niet gevonden. De politie denkt dat hij slachtoffer is geworden van een uit de hand gelopen ruzie daar in de nacht van donderdag 13 op vrijdag 14 juni. Er zit al een verdachte vast dus, die vriend. En vorige week dinsdag werd een tweede verdachte aangehouden. Die is inmiddels weer vrij, maar wel nog verdacht. En er zijn veel zaken die in hun richting wijzen. Maar zolang Ricardo's lichaam niet is gevonden, is de zaak niet afgerond. Niet voor de recherche, maar al helemaal niet voor Ricardo's familie en vrienden. Ze willen weten wat er met hem is gebeurd, afscheid van hem kunnen nemen en hem samen naar zijn laatste rustplaats kunnen brengen. Waar is dus Ricardo's lichaam en wat is er op of na de laatste dag dat hij nog in leven gezien is, donderdag 13 juni, nou precies gebeurd? Ricardo vertrekt op donderdag 13 juni in de ochtend vanuit de woning van zijn vriend aan de Zevenkampse Ring naar winkelcentrum Alexandrium. We weten dat Ricardo de laatste dagen over wat geld beschikte. En omdat hij er graag goed verzorgd uit wil zien, besluit hij om het geld mee te nemen om te gaan shoppen. Behalve kleding wil hij ook wat aquariumvissen kopen, zoals hem door iemand gevraagd is. Rond 11:30 die ochtend wordt hij hier gezien bij Sports World in het Alexandrium. Hij heeft dan 4 plastic tassen bij zich, waarvan één van Sports World met daarin vermoedelijk een schoenendoos. Daarna gaat hij terug naar het huis aan de Zevenkampse Ring en brengt dan volgens getuigen onder andere een lelijke goudvis mee. Ook zou hij nieuwe kleren hebben gekocht bij de New Yorker.
Om 2:30 die donderdagmiddag ziet iemand hem dan met een fles liqueur 40 y 3 op metrostation Ambachtsland, niet ver van de Zevenkampse Ring vandaan. Hij draagt dan een bruine broek, een grijs vest en goedkope sportschoenen, de kleren die hij vermoedelijk die ochtend nog heeft gekocht. Waar hij daarna naartoe gaat, is niet bekend. 'S Avonds zien verschillende mensen hem weer in het huis van de vriend hier aan de Zevenkampse Ring. En later die avond, zo rond 10:00, heeft Ricardo nog even kort telefonisch contact met de vriendin die hem 2 weken later als vermist zal opgeven. Wat zich daarna afspeelt, is nog altijd onduidelijk. Maar er wordt later zoveel bloed in het huis gevonden dat er iets gruwelijks moet zijn gebeurd. Iets dat vrijwel zeker geleid moet hebben tot Ricardo's dood. Het lichaam van Ricardo is mogelijk al in diezelfde nacht van 13 op 14 juni... of in de dagen erna uit het huis weggehaald en ergens verborgen of begraven. Het kan bijna niet anders of iemand moet daarvan iets gezien hebben. En daarom hebben we u vanavond nodig. Laat het weten als u in de nacht van donderdag 13 op vrijdag 14 juni... of misschien zelfs daarna nog wel iets verdachts zag in of in de buurt van de Zevenkampse Ring... of in de verdere omgeving, bijvoorbeeld in de omgeving van de Zevenhuizerplas... waar dus vorige week nog gezocht is, want daar is de hoofdverdachte nog door getuigen gezien. En even als geheugensteun, vrijdag 14 juni begon Rotterdam Unlimited... wat vroeger het Rotterdamse carnaval werd genoemd. En sinds de nacht daarvoor wordt Ricardo dus vermist. Verder zou het kunnen dat Ricardo's kleding apart van zijn lichaam ergens gedumpt is. Hij is op 13 juni nog gezien in een bruine broek, een grijs vest en goedkope sportschoenen. Heeft u ergens spullen of kleding gevonden die misschien van Ricardo Kooi waren? Laat het dan weten. Bel ook als u meer informatie heeft over waar Ricardo of Nookie na donderdag 13 juni misschien nog geweest is en met wie hij toen contact had. Help mee het lichaam van Ricardo Kooi te vinden. Bel de tiplijn, meld misdaad anoniem... of de criminele inlichtingeneenheid met uw informatie.